Je hebt er vast wel eens van gehoord. Statushouders die aan het werk gaan als installateur. En soms zien bedrijven hobbels op de weg. Maar ja, die zijn er soms ook. Maar bij installatiebedrijf Van Nes heeft hij juist heel goed uitgepakt. Hoe doen ze dat? Pascal, jij hebt het inwerken van statushouders hier geïntroduceerd. Hoe pakken jullie dat precies aan? Hier volgen ze de praktijkopleiding in hun vaardigheden. Daarbuiten gaan ze ook nog naar school toe. Dat regelen we ook helemaal voor de statushouders. En daarbij begeleiden we ze het helemaal door het hele project van de opleiding. We hebben inmiddels twee statushouders die bij ons aan de slag zijn. Ze rijden inmiddels al op de bus en waar Ayat er één van is. Ayat, kan ik zo meteen met jou mee naar een project? Ja hoor. Tuurlijk, kom mee. Yes, daar gaan we. Ja. Ik heb mijn eigen bus, een eigen gereedschap en ze vertrouwden mij om alleen de klusjes te doen. Alles was een uitdaging, nog steeds. Ik leer elke dag taal en nog techniek. Ja, ik ben bijna altijd aan het leren. Het is natuurlijk super als statushouders lekker aan de slag kunnen, maar Ayat zei het ook al eventjes, het gaat niet helemaal zonder slag of stoot. Eigenlijk zag ik helemaal geen beren op de weg toen we eraan aan begonnen. En na een loop van tijd kom je wel wat hobbels tegen, zoals taalcommunicatie en het begrijpen van materialenkennis. De ene collega praat makkelijker met zo'n statushouder dan ik. Maar jij bent er heel makkelijk in. Ja, ik ben er heel makkelijk in, ja. Dat klopt, maar dat is helemaal goed gekomen. Hoe doe je dat dan? Hoe overkom je zo'n hobbel? Eén aanspreekpunt is belangrijk voor een statushouder. Eén persoon waar die altijd terecht kan. De eerste contact bij het binnenkomen gaat de eerste paar dagen met die persoon mee. Gaat hij met iemand anders mee. En als er dan problemen zijn, komen ze dan gewoon weer terug naar de eerste persoon. En dan kunnen ze door het hele bedrijf heen hobbelen. En binnen anderhalf jaar heb je eigenlijk een goede kracht. Klaas, Pascal die kwam aan jou toe met het idee. Maar wat dacht je toen? Nou, ja, het eerste wat je in je opkomt is leerlingentekort, mensentekort. Dus laten we maar proberen. Als je er nu op terugkijkt, denk je dan ook van ja, dat is echt een goede zet. Wegen de plusjes af tegen de minnen, zeg maar. De jongens zijn enthousiast. Taalbarrière, dat is het enige dingetje wat altijd overblijft. Maar verder zijn we dik tevreden en hebben we toch weer gezorgd dat er twee mensen in het vakgebied aan het werk zijn. En dat is heel fijn. Ik ben bijna klaar met niveau 2. Vanaf september begin ik met niveau 3. Ja, gaat helemaal goed. Nice, high five! Ik heb vandaag een super toffe manier gezien hoe je meer mensen in de sector kunt krijgen. En het is soms een uitdaging, maar ja, de markt die vraagt ook soms om oplossingen die een beetje buiten de box zijn. En uiteindelijk krijg je er hele mooie, goede, hardwerkende mensen voor terug. Nou, wil jij meer weten over zijinstromers? Kijk dan op deze website.